rechts de vleugelman in de richting, zeg je, hou me gelijk. Ik breng hem wel, laat maar naar rechts in, ik schuif hem. Kom naar de vaandelwacht, meld u vaandel en vaandelwacht van het regiment Limburgse Jagers. Presenteert! Vaandelwacht, draagt. Geer. Vaandelwacht, rechts zwenken. Voorwaarts. Vaderwacht, voorwaarts. Acht. Vandaag, 12 november 1994, is een bijzondere dag voor het regiment Limburgse Jagers. Maar vooral ook voor diegenen die de eed of belofte afleggen. Na meer dan 30 jaar worden weer leden van het regiment op Limburgse bodem beëdigd. Mede namens de commandant van het 42e Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers heet ik u allen als regimentscommandant van harte welkom. Tot zijn spijt kan de gouverneur van Limburg, baron van Voorst tot Voorst, niet aanwezig zijn. Op dit moment herdenkt hij in Nederweert op de Engelse begraafplaats al daar diegenen die gesneuveld zijn voor onze vrijheid. De vrijheid die vandaag wordt gewaarborgd door onder andere de Limburgse jagers hier voor u opgesteld. Wel mag ik verwelkomen de burgemeester van de stad Maastricht, die ermee heeft ingestemd deze ceremonie op dit mooie plein te laten plaatsvinden. Geachte heer Hoebe, hiermee geeft u de krijgsmacht de gelegenheid zich als deel van de samenleving te manifesteren. Ik dank u hiervoor. Ook een woord van welkom aan de vertegenwoordigers van de kerken, dominee Oosterwijk en pastoor Wagenaar. Het doet mij genoegen u, die op verschillende wijze een relatie hebben met de krijgsmacht, hier te mogen begroeten. Een beëdiging in het openbaar, een demonstratie van openheid naar de samenleving, de opdrachtgever van de krijgsmacht. De gemeenschap hier niet alleen vertegenwoordigt de omstanders,
en de ingedeelde civiele korpsen, maar ook tot een tweetal Limburgse volksvertegenwoordigers. U, mevrouw Van der Hoeven en meneer Van der Linden, geven met uw aanwezigheid blijk van de betrokkenheid van de politiek met de krijgsmacht. Een krijgsmacht in beweging. De regering en u dragen de krijgsmacht taken op en verschaffen daarvoor adequaat personeel en materieel. Middelen die ons in staat stellen ons in te zetten voor vrede, veiligheid en stabiliteit. De tweede luitenant, de Limburgse jagers van Den Berg. Dat beloof ik. De sergeant, de Limburgse jagers van Den Berg. Dat beloof ik. De sergeant der Limburgse jagers, Den Oden. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Bos. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Breen. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Broodman. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Colin. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Tudorham. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Beyers. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Wijn. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Willems. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Whisky. Dat beloof ik. De Limburgse jager, De Wind. Dat beloof ik. De Limburgse jager, Zwiers. Dat beloof ik. De sergeant der Limburgse jagers, Gerard U. Zowel ik help me mijn vlot onmachtig. De sergeant der Limburgse jagers, Hispen. Zowel ik help me mijn vlot onmachtig. De corporaal der Limburgse jagers, Bakker. Normaal, ik help mij, hoor.